De Chinese smartphone-markt zit in het slop. Bijna iedereen is voorzien en heeft inmiddels zo'n apparaatje. En dus trekt de baas van smartphone-maker Xiaomi, ik hoop dat ik het goed uitspreek, alles uit de kast om zijn nieuwe smartphone aan de man te brengen. Xiaomi was ooit China's hoogst gewaardeerde start-up, maar er dreigen groeiproblemen. Dus grijpen de Chinezen naar een beproefd model. Een presentatie die wel heel erg doet denken aan, nou ja, kijk zelf maar, onze correspondent Sjoerd daarnaast was erbij. Het is dringend geblazen hier achter mij. Iedereen probeert hier de nieuwste Xiaomi's op te pikken. Net na afloop van die persconferentie. Die presentatie à la Steve Jobs van Lei Jun, de baas en de oprichter van Xiaomi. En Xiaomi moet ook wel op dit moment. Voelt de hete adem van Apple met name en ook van Huawei hier op de Chinese markt in de nek. Xiaomi heeft het lang goed gedaan. In de 5 jaar dat ze bestaan hebben ze 15% marktaandeel opgebouwd. Maar het zijn met name de armere Chinezen die hebben geïnvesteerd in een Xiaomi. Een goedkoop toestel, maar een heel degelijke smartphone. En dat zijn nu de mensen die op dit moment niet meer een nieuwe smartphone kopen. Juist in dat middensegment, waar onder meer ook de Samsung Galaxy in zit, daar valt de winst te halen. Dat zijn de meer vermogende Chinezen. Dat zijn mensen die niet 1 keer per jaar, maar soms wel 2 keer per jaar een smartphone kopen. Dat is waar het geld te verdienen valt. Nou, met de Xiaomi 4S en met de Xiaomi 5 die vandaag gepresenteerd zijn, probeert Lei Jun die stap in elk geval te zetten. Nou, Karien, volle zaal, topman op het podium met nieuwe modelletjes, ja, in zijn hand. Zo. Dat is wel heel erg Apple, hè? Nou ja, deze man, hè, die Lei Jun, wordt ook echt de Steve Jobs van China genoemd. En dat voert hij echt tot in de puntjes door. Want? Nou ja, hij heeft bijvoorbeeld ook, niet hier toevallig, maar meestal heeft hij ook zo'n mooie zwarte kooltrui aan. Hè. We hebben wat foto's voor je op een rij gezet, naast elkaar gezet. Lei Jun versus Steve Jobs. Nou, dan zie je hier, hij neemt zelfs de houding van Steve Jobs over. Als hij op dat podium staat, probeert hij ook echt datzelfde enthousiasme uit te stralen. Hij wil graag dat mensen flauw vallen bij zijn presentaties. Hij probeert echt het helemaal op te zwepen. We hebben geloof ik nog wat meer foto's hiervan. Ook dat je ziet dat hij die zwarte kooltrui aan heeft. Nou, dat gaat even mis. Maar dan zie je precies. Eigenlijk wat hij probeert te doen is Steve Jobs imiteren. En dat moet hij ook wel. Want die smartphone-markt in China die gaat niet zo goed. Het loopt niet. Nou, de Chinezen zijn een beetje smartphone moe. Er worden nog steeds wel veel smartphones verkocht. Maar bijna allemaal hebben ze er al eentje. De kwaliteit van die smartphones wordt beter. Dus er is ook niet zoveel noodzaak om iedere keer weer een nieuwe te kopen. Het is nou niet zo dat het helemaal klaar is, hè, met die smartphones. Maar de groei die is er wel een beetje uit. We hebben ook wat cijfers van onderzoeksbureau Canalys op een rijtje gezet. Dan zie je dat er nog steeds groei is. Dat we ook verwachten dat die groei er blijft. Maar het gaat toch wat minder hard dan gedacht. En daar heeft ook Xiaomi last van. Betekent dit dat dit soort bedrijven nu in de problemen kunnen gaan komen? Ja en nee. Aan de ene kant is het natuurlijk zo dat het niet zo goed gaat als Lei Jun had gehoopt de afgelopen tijd. Hij had als doel een omzet van 1 miljard euro, omgerekend natuurlijk. Maar dat is niet gelukt. En dus gooien ze het over een hele andere boeg. Niet alleen meer smartphones, maar ook andere diensten gaan aanbieden. Internetspelletjes bijvoorbeeld. Nou ja, en daarmee moeten ze het dan redden. En daarmee gaan ze ook meteen weer veel meer op Apple lijken bijvoorbeeld. Lukt dat? Nou, aan de ene kant wel. Het is nog steeds de tweede smartphone maker van China, na Huawei, moet ik dan Huawei zeggen. Wij mogen Huawei zeggen, maar na je Sjoerd gehoord hebt, moet je toch anders. Nou, ze zijn nog steeds de tweede, dat zie je ook aan de cijfers terug. Ja, die omzet is best behoorlijk, 500 miljoen euro in 2015, stijging van 150%. Helemaal niet zo slecht. Nee, maar worden zij het nieuwe, of het Apple van China? In China worden ze wel of zo. De Apple, nou, als je wil. De Apple, het Apple. In China worden ze wel zo genoemd. Hè? Het Apple van het midden, van het oosten. Je ziet ook weinig verschil als je die nieuwe telefoon bijvoorbeeld naast een iPhone 6 legt. Ja, lijken ontzettend veel op elkaar. Dit is hem. En dan zou je best kunnen zeggen. Ja, dan ben je niet de nieuwe Apple, dan ben je de nieuwe Samsung van het afstand. Nou ja, je kunt maar voorbeelden hebben, toch? Nou ja. Als relatief kleine speler. Goed, Apple jat toch wat minder dan. En waar Apple natuurlijk heel succesvol mee is geworden, is niet alleen die smartphones, maar ook de iPads, ook de computers, de eigen software. Ja. En je ziet al wel een beetje aan Huawei dat ze dat, of Huawei aan Xiaomi, dat ze dat ook een beetje proberen te doen. Hè? Meer internetdiensten, meer spelletjes. Niet alleen meer die telefoons. Dus ze doen een poging. Maar nou zeggen de experts wel, ja, de gouden tijden zijn toch wel een beetje voorbij. Dus een nieuwe Apple of misschien gewoon toch een goede kopieermachine.